Ik ben Jacqueline Barteling en ik ben mindfulness trainer. Ik ben ook moeder en ik heb een cursus ontwikkeld, Mindfulness voor Moeders. In dit filmpje ga ik jullie daar wat meer over vertellen. Ken je dat? Je hebt een drukke dag gehad op je werk, je had stress, je moest nog boodschappen doen, je kinderen uit school halen. Je bent thuis gauw aan het koken geslagen. Zij maken ondertussen ruzie. Jij hebt het gevoel dat je je ermee moet bemoeien, dus je zit er bovenop, je moppert op ze, misschien schreeuw je zelfs wel. En maakt dat je je goed voelt? Nee, vaak blijf jij zitten met een schuldgevoel. Het kan ook anders. In mijn training leer je bijvoorbeeld hoe je dagelijks momenten van rust voor jezelf kunt inbouwen. En door dat te doen zul je merken dat je echt al veel minder stress ervaart gedurende de dag. Wat je ook zult leren is dat je, zeker als moeder in contact met je kinderen, eigenlijk heel veel bezig bent met het oplossen van hun problemen. Terwijl daar eerlijk gezegd niemand is die daarom vraagt. Heel vaak is het erkennen van hun emotie al genoeg. Daar heb ik wel een voorbeeldje van. Ik hing ooit de Spider-Man pyjama van mijn zoontje van 2 op. En dat vond hij blijkbaar heel vervelend. Dus met huilende stem. Mama, hang je ook mijn Spider-Man pyjama op? Dat wil ik niet. En ik zei tegen hem, nee, dat zie ik dat je dat niet wil. En dat was voor hem genoeg. Hij draait zich om, hij stapt weer op zijn skelter en hij fietst weer vrolijk verder. Dit is precies wat mindfulness is. Opmerken wat er nu is, zonder dat jij er meteen iets aan hoeft te veranderen. Wil je meer weten over mindfulness of over mindfulness voor moeders? Neem dan contact met me op.